The subject of today's session is the second generation of the patriarchs. Het onderwerp van de sessie van vandaag is de tweede generatie van de patriarchen. Specifically, of course, Isaac and Rebecca. En dat gaat dus om Isaac en Rebecca. And more generally, the lessons that we learn, especially from Genesis chapter 25 and chapter 26. En in het algemeen gaat het over de lessen die we kunnen leren uit Genesis, de hoofdstukken 25 en 26. Choosing to see more deeply, or not. Kiezen om dieper te kijken, of niet. Let's begin with the beginning of the elaborate description in the Bible, in the Torah, of Isaac and his family. Laten we beginnen bij de uitgebreide beschrijving in de Bijbel van Isaac en zijn familie. In the common division of the Torah into chapters, this is chapter 25, verse 19. En in de gebruikelijke hoofdstukindeling voor de Torah is dat Genesis 25 hoofdstuk, Genesis 15, 25, vers 19. And we begin then with the words, and these are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham begat Isaac. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. What is so striking in these opening words is, in structure, they are almost identical with what we read just seven verses earlier in verse 12. Wat zo opvallend is aan dit vers is dat het qua structuur vrijwel identiek is aan wat we zeven versen eerder lazen in vers 12. These are the generations of Ishmael, Abraham's son. Dit zijn de afstammelingen van Ishmael, de zoon van Abraham. Now, besides the obvious difference that in verse 19 we read about Isaac and in verse 12 we read about Ishmael, the words are exactly the same words. En afgezien van dat overduidelijke verschil dat we het in vers 19 hebben over Isaac en in vers 12 over Ishmael, is de rest identiek. I should note that while the translation here begins verse 12 with the word now and verse 19 with the word and, in the Hebrew they're identical. In de Engelse vertaling van Chaim beginnen de versen 12 en 19 met een ander woord. In mijn herziende statenvertaling is het beide het woordje dit en dat is correct. In het Hebreeuws beginnen de zinnen met hetzelfde woord. And of course, the fact that the structure of these two passages begins in exactly the same way calls our attention to how very different they are. En precies het feit dat deze versen in structuur zo ontzettend op elkaar lijken, trekt onze aandacht over hoe verschillend de inhoud ervan is. Perhaps most striking at first glance is what we read beginning in verse 20, as compared with what we read with respect to Ishmael. En misschien wel het meest opvallende verschil wat we kunnen zien is als we beginnen bij vers 20, wat daar staat over Isaac, in vergelijking met wat er staat geschreven over Ishmael. In verse 20, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean, of Padan Aram, the sister of Laban, the Aramean, to be his wife. In vers 20, Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekah, dus de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Padan Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. And
as the text reads, immediately there are problems. En zoals we deze tekst nu lezen, zien we direct een aantal problemen. The problem, one with which we are very familiar from the lives of the patriarchs, is in verse 21, and Isaac entreated God for his wife because she was barren. En dat probleem wordt direct zichtbaar in vers 21, een probleem dat we ook bij andere, bij meerdere patriarchen zien. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. Now the continuation of the verse is that God let himself be entreated and Rebecca, his wife, conceived. En het vervolg van het vers is dat de Heere zich door hem liet verbidden en dat Rebecca, zijn vrouw, zwanger werd. It makes it sound so simple. En dan klinkt het alsof dat heel erg makkelijk was. Until we read in the following verse, and the children struggled together within her, and she said, if it be so, wherefore do I live? So difficult was the pregnancy. Totdat we lezen in het volgende vers, de kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar, en toen zei zij, als dit zo is, waarom leef ik? Zo zwaar was de zwangerschap. And furthermore, in verse 26 we read, and Isaac was 60 years old when she bore them. En in vers 26 lezen we, Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. You recall that we saw in verse 20 that Isaac was 40 years old when he and Rebecca married. U herinnert zich uit vers 20 dat Isaac 40 jaar oud was toen hij met Rebecca trouwde. This couple was childless for 20 years. Dit koppel was 20 jaar lang kinderloos. 20 years isn't just 20 years. Month after month, hoping, praying, begging God. Month after month, hopes dashed. 20 years. 20 jaar is niet zomaar 20 jaar. Maand na maand bidden, pleiten bij God voor een zwangerschap. Elke maand weer. 20 jaar lang. And then we consider the passage just a few verses earlier about Ishmael. En dan bekijken we vers 12, dat vers wat over Ishmael spreekt. After all, Isaac and Rebecca only had those two children. That was it. Als we kijken naar Isaac en Rebecca, dan hadden ze slechts twee kinderen. Dat was alles. And with respect to Ishmael, we read in verses 13, 14, and 15, the firstborn of Ishmael, Nebayot, and Kedar, and Adbeel, and Mibsam, and Mishma, and Duma, and Masa, Hadad, and Tema, Yetur, Nafish, and Kedem, 12 princes according to their nations. En in vers 13, 14, 15 lezen dan de namen van de afstammelingen van Ishmael. De eerstgeborene van Ishmael was Nebayot, vervolgens Kedar, Adbeel en Mibsam, Mishma, Duma en Massa, Hadar, Tema, Jetur, Navis en Kedma. 12 vorsten ingedeeld naar hun stammen. If we compare these two families, sure looks like one is a tremendous success, and the other, a dismal failure. Als we naar deze twee gezinnen kijken, dan lijkt het erop dat de ene erg succesvol was en dat de andere een zielige mislukking was. When we ask which family is the blessed of God, en als we ons dan afvragen, welke familie zou nu gezegend zijn door God? Well, which family would we regard as the one that has received God's blessings, that has earned
God's blessings. En welke zouden wij dan beschouwen als het gezegende gezin, door God gezegende gezin? Welk gezin heeft het verdiend? And of course, inevitably, the crucial question that we need to ask ourselves is, when we ask these questions, how deeply do we choose to look for the answer? Als we ons deze vragen stellen, dan moeten we ook bedenken hoe diep zijn we bereid om te kijken voor het antwoord. Of course, it doesn't apply only to this generation, to Isaac and Rebecca. This issue of barrenness, something that seems to us to be the very essence of God's blessing, children, is a subject that accompanies us throughout all of the stories of the patriarchs. Deze kinderloosheid van Isaac en Rebecca staat niet op zichzelf, maar is een doorgaande verhaallijn die we bij de hele lijn van de patriarchen terugzien. Kinderen zien wij als een geschenk van God en juist op dat punt worden ze verzocht. In the previous generation, practically the first thing that we hear about Sarah, Abraham's wife, when she is still identified as Sarai, in chapter 11, verse 30, is that she was barren. She had no child. Een van de eerste dingen die we horen over Sarah in Genesis hoofdstuk 11, vers 30, is dat zij onvruchtbaar was. Zij had geen kind. En in the next generation after Isaac and Rebecca, in Genesis chapter 29, we read in verse 31, Rachel was barren. En in de eerstvolgende generatie na Isaac en Rebecca lezen we in Genesis 29, vers 31, dat Rachel onvruchtbaar was. And although Leah, the fourth of the matriarchs, is described as conceiving in verse 35 after the birth of Judah, we read, and she left off bearing. She also had problems conceiving after the birth of her fourth son. En hoewel we van de vierde matriarch, de aartsmoeder Lea, lezen dat zij kinderen baart, lezen we ook in vers 35 van hoofdstuk 29 dat zij nadat ze Juda gebaard heeft ook ophield met baren. Ook zij had problemen met de vruchtbaarheid. So of the four matriarchs of the nation of Israel, every single one had fertility problems. Dus alle vier de aartsmoeders hadden problemen met de vruchtbaarheid. And inevitably we ask ourselves, well, is this blessed? En onvermijdelijk vragen we ons af, is dat nu zegen? Returning to the two passages in Genesis chapter 25, we noted the striking similarity between the structure of verse 12 and the structure of verse 19. There is a striking dissimilarity as well. Terug naar de versen 12 en 19 van hoofdstuk 25 over de afstammelingen van Isaac en van Ismaël, waarvan we hebben gezien dat die versen zoveel op elkaar lijken. Maar er is één heel groot verschil tussen die twee versen. We noted the beginning of the verse. Let's continue. And these are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham begat Isaac. Laten we het hele vers even lezen. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Now,
you immediately note that the straightforward view of this verse, of the words in it, seems to show us a glaring redundancy. If you just told us that Isaac is Abraham's son, then obviously Abraham begat Isaac. Als we deze zin lezen, dan lijkt het alsof er overtollige informatie in staat. Natuurlijk, als je net ons verteld hebt dat Isaac de zoon is van Abraham, dan is het toch niet meer nodig om te vertellen dat Abraham Isaac verwekte. Well, it seems redundant until we consider the parallel formulation in the seemingly parallel verse about Ishmael in verse 12. En het lijkt overtollige informatie totdat we weer kijken naar vers 12, waar heel iets anders staat geschreven met betrekking tot Ishmael. The verse begins the same way. These are the generations of Ishmael, Abraham's son. Ishmael, after all, was Abraham's son. Het vers begint op dezelfde manier. Dit zijn de afstammelingen van Ishmael, de zoon van Abraham. Tenslotte was Ishmael de zoon van Abraham. But the continuation of the verse is not Abraham begat Ishmael. It is rather whom Hagar, the Egyptian, Sarah's handmaid, bore unto Abraham. Maar het vervolg van dat vers is niet Abraham verwekte Ishmael. Het vervolg luidt, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sarah, Abraham gebaard heeft. Why the difference? Waarom is dit verschil? Well, I think it's important for us to consider what the background is that obviously underlies Genesis chapter 25, going back to Genesis chapter 16. Daarvoor moeten we goed kijken naar de achtergrond van hoofdstuk 25. En een stukje daarvan kunnen we vinden in hoofdstuk 16 van Genesis. The way the chapter begins is, now Sarai, Abraham's wife, bore him no children. We already saw in chapter 11 that she was barren. And she had a handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. In hoofdstuk 16, vers 1 lezen we, maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Ten slotte hebben we in hoofdstuk 11 dus al gelezen dat ze onvruchtbaar was. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Verse 2, and Sarai said unto Abraham, behold, now God has restrained me from bearing. Come in, I pray you, unto my handmaid. It may be that I shall be built up through her. And Abraham hearkened to the voice of Sarai, who at this point is seeking children, not directly through her own womb, but through the womb of her handmaid Hagar. In vers 2 lezen we, daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Sarai die dus probeert hier om alsnog kinderen te verkrijgen, dan maar niet via haar eigen baarmoeder, maar via de baarmoeder van haar slavin. Verse 3, and Sarai, Abraham's wife, took Hagar, the Egyptian, her handmaid, after Abraham had dwelt 10 years. In the land of Canaan, and gave her to Abraham, her husband, to be his wife. In our tradition, the meaning of Sarai taking Hagar is taking her with words of encouragement. See what a holy, righteous husband you're going to have. And she gives her husband, Abraham, to Hagar. In vers 3, toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. In onze traditie betekenen de woorden toen nam Sarai, dat Sarai Hagar overtuigde met lieve woorden
kijk eens wat een rechtvaardige echtgenoot je zult hebben. En met die woorden gaf hij haar echtgenoot Abram. Now note that this is after Abram and Sarai have been 10 years in the land of Canaan. Merk op dat dit dus is nadat Abram en Sarai al 10 jaar in het land Canaan zijn. We don't know how many years they had been married before coming to the land of Canaan. We weten niet hoeveel jaar ze al getrouwd waren voordat ze naar het land Canaan kwamen. But in as much as we read in chapter 12, verse 4, that Abraham was 75 years old when he departed out of Haran, we know Abraham is 85 when this is taking place. Maar omdat we lezen in hoofdstuk 12, vers 4, dat Abraham 75 jaar oud was toen hij uit Haran vertrok, is hij nu in hoofdstuk 16 85 jaar. Again, so many years, not just years, again month after month, year after year, hoping, praying, pleading, and every month the hopes are dashed, and Sarai does not conceive. En ook hier geldt dat 10 jaar is niet zomaar 10 jaar. Elke maand bidden, pleiten, smeken voor een zwangerschap. En elke maand zien dat die hoop weer vervliegt, zwanger is geworden. 10 jaar lang, maand in, maand uit. And in verse 4, he came in unto Hagar, and she conceived. En dan lezen we in 16 vers 4, hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. As if to say she conceived immediately. En het lijkt erop dat dat wil zeggen dat ze onmiddellijk zwanger werd. Well, the truth is it had to be veritably immediately, considering that in chapter 16, verse 16, we read that Abraham was 86 years old when Hagar bore Ishmael unto him. En we kunnen ook wel afleiden dat het vrijwel onmiddellijk moet zijn geweest. Want in 16 vers 16 lezen we dat Abraham 86 jaar oud was toen Hagar Ishmael bij Abraham baarde. Just a year later. Slechts een jaar later. And again, of course, it's practically inevitable to ask, so which woman is blessed by God? Which woman has earned God's blessing? The one who for decades was unable to have any children, or the one who immediately bears a son? En opnieuw, onvermijdelijk biedt deze vraag zich weer aan, welke vrouw is nu de gezegende vrouw, de door God gezegende vrouw? De vrouw die tientallen jaren onvruchtbaar bleek, of de vrouw die vrijwel direct zwanger wordt. Admittedly, eventually, Sarah does bear a son, Isaac. Uiteindelijk wordt Sarai ook zwanger en baart ze een zoon. Of that we read in Genesis chapter 21. In verse 2, Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, which on the one hand announces the miracle, but on the other hand gives you a feeling in its old age. So many years of anguish, of pain, of childlessness. En over het baren van dat kind lezen we in Genesis 21, vers 2. Sarah werd zwanger en baarde Abram een zoon in zijn ouderdom. En als we dat zien, een zoon in zijn ouderdom. Aan de ene kant zeggen dan dat is een wonder. En aan de andere kant ja, klinkt het een beetje zielig in zijn ouderdom. Oud geworden. Al smekend, pleitend, wachtend, hopend,
uiteindelijk toch nog een zoon. In verse 5, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. In vers 5, Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. But now, returning to Genesis chapter 25. Maar nu terug naar Genesis hoofdstuk 25. Why the difference that the Torah explicitly states that Abraham begot Isaac, whereas with respect to Ishmael, whom Hagar, the Egyptian, Sarah's handmaid, bore unto Abraham. Why the difference? Waarom nu dat verschil tussen die twee versen? Vers 19, Abraham verwekte Isaac. En in vers 12, over Ishmael, de zoon die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sarah, Abraham gebaard heeft. Waarom is dat verschil? Because God says in Genesis chapter 21 verse 12, for in Isaac shall seed be called to you. Ishmael was born to Abraham by Hagar, but the Bible never says Abraham begat Ishmael because his seed is Isaac. En dit is vanwege wat we in Genesis 21 vers 12 lezen, waar God tegen Abraham zegt, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hagar heeft dan wel een zoon aan Abraham gebaard, maar nergens in de Bijbel staat dat Abraham Ishmael verwekt heeft, zoals dat wel bij Isaac staat, omdat alleen Isaac het nageslacht van Abraham genoemd wordt. Again, it all depends on one's perspective. Whether one chooses to see deeply, to see the way God is guiding us to see, or not. Opnieuw, als we die vragen bekijken, moeten we ervoor kiezen om je dieper te kijken, om te kunnen zien wie nu werkelijk de gezegende was. From the perspective of the superficial, external viewer, the blessings that were all going to Hagar, to Ishmael, to all those who seem superficially to be the beneficiaries of God's blessings. As for the matriarchs of Israel, Sarah, Rebecca, Rachel, Leah, or having problems bearing children, that vivid symbol of God's blessings seems to tell us they're not there. Seems to tell us, if we only look superficially. And the message relentlessly here is, it all depends on your perspective. You can choose to see more deeply. Or not. Voor het oppervlakkige perspectief van een buitenstaander, die ziet dat degene die gezegend wordt met kinderen, degene is die door God gezegend wordt. En de matriarchen, Sarah, Rebecca, Rachel en ook Lea, die allemaal problemen hadden met kinderen baren, die lijken oppervlakkig gezien niet gezegend. We moeten er echt voor kiezen om dieper te kijken, om het perspectief om te draaien. This perspective, this realization, I think is crucial in our relating to what happens exactly next in Genesis chapter 25, when we read of those two sons who are born to Isaac and Rebekah.
Het bepalen van ons perspectief is zeker uitermate belangrijk, ook als we verder gaan lezen over de twee zonen die Rebecca gaat baren. We read in chapter 25, in verse 25, of these twins, the first went forth ruddy, all over like a hairy mantle. And they called his name Esau. Then we read of the second twin in verse 26. And after that went forth his brother, and his hand had hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. In vers 26 lezen we over de broer van Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Now, when we consider these two babies, there's a pretty obvious difference here, isn't there? That is, the first is ruddy, looks vibrant, vital, alive, all covered with a hairy mantle, like he's already grown up. Als we naar die twee baby's kijken, dan is er een heel groot verschil tussen die twee. Als we de eerste zien, dan komt hij ja, rossig, blozend tevoorschijn, helemaal bedekt met haar, levendig en alsof hij al, haast alsof hij volwassen geboren is. The name Esau is the same letters in Hebrew as completely made, because he looks like a completely made human being. En de naam Esau draagt ook de betekenis in zich volledig gemaakt. Want zo komt hij ter wereld, als hij lijkt al helemaal als man geboren te zijn. And what about the second twin? En hoe zit dat bij de tweede van de tweeling? Pathetic. The best he can do is hold on to Esau's heel. That is the furthest point removed from Esau, from Esau's head, his heel. That's the closest Jacob comes to being a leader here. He's just following in the shadow of Esau. And voor wat betreft Jacob is het eigenlijk maar een zielige vertoning. Hij houdt de hiel van Esau vast, het punt van zijn lichaam wat het verst verwijderd is van zijn hoofd. En zo is Jacob, zo komt hij ter wereld zo ver mogelijk achter Esau aan als het gaat om het perspectief van leiderschap in de schaduw van Esau. So, do I even need to point this out? Which one seems to be the blessed son who has all of the gifts, all of the power, all of the health and vitality, and who seems to be the pathetic left behind? Again, with superficial eyes, the answer is clear. The one with the blessing is Esau. En ja, moeten we hier nog de vraag stellen. Welke zou nou de gezegende zijn? Degene die ja, rozig, krachtig, levendig en met alle tekenen van mannelijkheid ter wereld komt. Of zijn zielige broertje die zijn hiel vasthoudt. En het antwoord is natuurlijk, Esau lijkt degene te zijn die gezegend is. And it is then readily understandable when we read in the following verse, and the boys grew, and Esau was a cunning hunter, a man of the field. Well, of course, that is, he's healthy, he's a go-getter, he's out in the field, and Jacob was, you know, the one who just dwells in the tent, the stay-at-home type. En het verbaast ons dan ook niet als we een vers verder in vers 27 lezen. Toen de jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Natuurlijk, zo'n krachtige man, die vind je in het veld.
Hij is stoer. En dan lezen we over Jacob. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. Hij is meer het type een moederskindje die thuis blijft. You know, there's an additional dimension that one can't help but note, and that is Esau's chosen profession, a cunning hunter. En het valt wel op dat Esau, welk beroep Esau gekozen heeft. Hij is een man ervaren in de jacht. Hunters need to be cunning. En jagers moeten een beetje misleidend zijn. It is, of course, appropriate to note here. When we speak of the superficial versus what's taking place beneath the surface, hunters are masters of distinguishing between those two layers. Esau was een sluwe man. Jagers moeten sluw zijn. En hij was bedreven dus een expert in het onderscheiden tussen, tussen in situaties. It should go without saying that if someone were to go into the field as a hunter, advertising the fact that he's there to kill the animals, of course all the animals would flee from him and he would accomplish nothing. Uiteraard, als iemand met veel bombardie het veld in zou gaan en duidelijk kenbaar zou maken dat hij daar is om dieren te doden, dan rennen alle dieren keihard weg en dan draait de jacht op niks uit. The success of the hunter is predicated upon his being able to draw attention to the superficial, to focus exclusively on the superficial veneer, so that while everyone is only noticing that superficial exterior, he can sneak in for the kill. En dit is precies de eigenschap van de jager. Hij is sluw in dat hij het onderscheid dus maakt tussen oppervlakkigheid en diepte. Hij richt de aandacht op het oppervlakkige. Want als de aandacht ligt op het oppervlakkige en iedereen let daarop, dan heeft hij de tijd om achter de schermen zijn prooi te pakken te nemen. The hunter is the one who focuses upon and focuses everyone else upon the superficial. The exterior. De jager richt zich op het oppervlakkige, op het uiterlijke. En hij richt ook de aandacht van anderen daarop. And in contrast, Jacob. Dan het contrast met Jacob. In the Hebrew, Jacob is described as Ish Tam. In het Hebreeuws wordt Jacob omschreven als een ish tam. The translation that Jacob was a quiet man is really not the meaning of tam. A better translation would be simple, and perhaps best of all would be single-minded. He doesn't have this division of the exterior versus the interior. Jacob is Jacob through and through. En het woordje tam is wat lastig te vertalen. Een goede vertaling zou zijn, hij is misschien een simpele man of iemand die recht op zijn doel afgaat, een doelbewuste man. Iemand die in ieder geval niet dat onderscheid maakt tussen het balanceren tussen het oppervlakkige en de onderliggende laag. Hij is gewoon wie hij is. Recht door zee. So we read that Isaac loved Esau because Esau was such an expert at deception. He is, after all, a hunter who knows how to put on a superficial display. And that
serves as the background for the next episode that the Bible tells us about the sale of the birthright. En dit is de achtergrond voor het vervolg van het verhaal. Dat gaat over het So first we know that when Esau comes in from the field, the text tells us that Jacob was cooking pottage. Esau doesn't ask for the pottage, even though the English translation here says this red pottage. Pottage doesn't appear in the Hebrew at all. En wat we lezen is dat Esau uit het veld kwam, moe was, en dat Jacob een pot soep aan het koken is, rode soep. En Jacob, of Esau, die vraagt daar eigenlijk niet eens om. Exactly, it doesn't say soup. Ja. In fact, what it says in the Hebrew is ha'adom ha'adom hazeh, which is most literally to be translated as this redness. The only thing he talks about, the color. En het woord soep komt helemaal niet voor in het Hebreeuws in dit vers. Zoals onze herziene Statenvertaling althans correct vertaald. Laat mij toch slurpen van dat rode daar. Hij heeft het alleen maar over de kleur. Now, when you see a food, there are a lot of questions that you could ask. You could, of course, ask about its nutritional content. Als je voedsel ziet, dan kun je jezelf een heleboel vragen stellen. En je kunt bijvoorbeeld een vraag daarover stellen wat de voedingswaarde is, wat de ingrediënten zijn. Maybe that's a little bit too deep. You could ask where it came from. What kind of food is it? En misschien is dat zelfs wat te moeilijk, te diep gedacht. Je kunt ook gewoon vragen, waar komt het vandaan? Wat voor voedsel is het? Okay, maybe even that's too deep. You could still describe it in terms of its aroma, in terms of its taste. Can you imagine anything more superficial than describing it simply in terms of its color? That's all that matters. En als zelfs dat te diep is, dan kun je voedsel nog beschrijven in termen van geur of smaak. Maar om het nou alleen maar over de kleur te hebben, dat is zo oppervlakkig. Kun je je voorstellen dat je voedsel alleen maar beschrijft aan de hand van de kleur? And lest we think this is some insignificant episode in Esau's life, we read in the second half of the verse, therefore, well, the English translation says, was his name called Edom, literally red. But again, I need to stress, that's not exactly what the Hebrew says. En voordat u denkt dat dit een onbelangrijke gebeurtenis was in Esau's leven, de tweede helft van het vers zegt, daarom gaf men hem de naam Edom. Of eigenlijk zegt het Hebreeuws dat niet precies, en dat zal Gij nog toelichten. The Hebrew says, Alken kara shemo Edom, which literally is, he called his name Edom, red. En meer letterlijk vertaald betekent het, hij noemde zijn naam Edom. Which naturally raises the question, who called his name Edom? En dan moeten we ons afvragen dus, wie is het dan die hem Edom noemt? And maybe the simplest answer to that question is, he, Esau, called his own name Edom. Red. En het meest eenvoudige antwoord dat we daarop kunnen geven is, hij zelf, hij, Edom, geeft zichzelf, Esau geeft zichzelf de naam Edom. How ironic. The name signifies the inner essence of that which is being named. Hoe bijzonder is dat? Dat de naam, de,
inhoud van de persoon aangeeft. The inner essence of Esau is to not have an inner essence. To be completely superficial. To look at things exclusively in terms of their exterior. Color, red, that's it. Het wezen van Esau is dat hij helemaal niks in zich heeft, geen wezen heeft, alleen maar oppervlakkigheid. Precies zoals hij dat rode daar beschrijft. Alleen een kleur, geen diepere inhoud. And of course that informs the continuation of the story, which is the sale of the birthright. En dat leidt het vervolg in wat gaat over het verkopen van het eerstgeboorterecht. Now, Esau's rhetorical question in verse 32, I am at the point to die, and what profit shall the birthright do for me, is very much apropos when we ask ourselves, what is this birthright? En als we dan Esau's retorische vraag in vers 32 lezen. Esau zei, zie, ik ga sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? En dan komt bij ons de vraag op, wat zou dat dan precies zijn, dat eerstgeboorterecht? It could be, especially considering what we see in all of the generations in Genesis, the one who will be the spiritual heir of the father. Het zou kunnen zijn, zoals we ook verder in Genesis lezen, dat dat eerstgeboorterecht gaat over de spirituele erfenis. It could also signify who is going to be, so to speak, the priest of the family. Het zou er ook over kunnen gaan wie, om het zo maar te zeggen, de priester van de familie zal zijn. Just consider the message that we see in particular in Numbers chapter 3 and Numbers chapter 8 regarding the Levites coming instead of every firstborn in serving before God. Zo lezen we in Numeri 3 en 8 specifiek over de Levieten die in de plaats komen van de eerstgeborenen om voor Gods aangezicht te dienen als priesters. And of course, considering what Esau is, in this way it makes perfect sense that Esau's attitude is, what profit shall the birthright do to me? Because, after all, if one has only superficial eyes, if one judges everything based upon an exterior, then the birthright has nothing to offer for me. And it is dan niet verbazingwekkend dat Esau zich afvraagt wat hij dan moet met dat eerstgeboorterecht, wat voor voordeel hij daaraan heeft. Als hij zo oppervlakkig naar dingen kijkt, welk voordeel is er dan aan dat eerstgeboorterecht voor hem? And indeed, we see the final words of the story in verse 34. After Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up, and went his way. The bottom line, so Esau despised the birthright. En we lezen dan aan het einde van het stukje in vers 34, nadat Jacob hem dat rode gegeven heeft en brood, dat Esau at, dronk, opstond, wegging, en dat hij het eerstgeboorterecht verachtte. It wasn't a cunning Jacob taking advantage of a hungry Esau. Remember, Esau is the cunning hunter. Jacob is the simple, single-minded one. Esau simply despised, disdained the birthright. Spiritual legacy means nothing to him. Only superficiality. En dit was geen geval van een sluwe Jacob die Esau erin luistert om zijn eerstgeboorterecht te verkopen. Nee, herinner je dat Esau is degene die sluw was, de sluwe jager. Jacob is de recht door zee man, de simpele man. Het was in deze zaak simpelweg zo dat Esau te oppervlakkig was om de waarde in te zien van de spirituele erfenis. En hij veracht het eerstgeboorterecht. Dat was er aan de hand.
we see this superficiality in two more related episodes regarding Esau that I think are especially striking in this context. We zien die oppervlakkigheid nog twee keer terug bij Esau. Dat geeft ons ook wat meer informatie over zijn achtergrond. The first, Genesis chapter 26, verse 34. And when Esau was 40 years old, he took to wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath, the daughter of Elon the Hittite. In vers 34, de eerste situatie. Toen Esau 40 jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beeri de Hittiet, en Basemath, de dochter van Elon de Hittiet, tot vrouw. Well, why 40? Remember, in chapter 25, verse 20, Isaac was 40 years old when he married Rebekah. So Esau is following in the footsteps of his father. En waarom was hij 40 toen hij trouwde? Nou, herinner je dat in hoofdstuk 25, vers 20, Isaac ook 40 jaar oud was toen hij trouwde. Dus Esau treedt in de voetsporen van zijn vader. Except he wasn't marrying a Rebecca. Behalve dan dat hij niet bepaald een Rebecca trouwde. In verse 35, and they were a bitterness of spirit unto Isaac and unto Rebecca. Vers 35 zegt over die vrouwen, zij waren een bittere kwelling voor Isaac en Rebecca. Because they were pagans, and they continued to follow the course of their idolatry, even after Esau married them. Want het waren heidense vrouwen, en ze gingen gewoon door met het bedrijven van hun afgoderij, ook nadat Esau hen getrouwd had. For Esau, the superficiality of getting married at age 40 is all that matters. Whom he marries doesn't make any difference. Voor Esau telt alleen het oppervlakkige, namelijk dat hij trouwt op zijn 40ste. Maar met wie hij trouwt, dat haalt niet zoveel uit, volgens zijn oppervlakkige houding. And in a related context, we see at the beginning of chapter 28, also on the subject of marriage. En in hoofdstuk 28 zien we dan nog zo'n tweede situatie die ook verband houdt met een huwelijk. Now, I should stress that what we're skipping here is the whole story of the blessings. The blessings that Isaac gives first to Jacob thinking it's Esau, then to Esau knowing it's Esau, and finally to Jacob knowing it's Jacob. En ik moet toegeven dat hier wel een stuk overslaan, namelijk het stuk van de zegeningen. Dat wil zeggen, de zegen die Isaac gaf aan Jacob toen hij dacht dat het Esau was. Daarna de zegen die Isaac gaf aan Esau toen hij wist dat het Esau was. En de zegen die Isaac gaf aan Jacob toen hij wist dat het Jacob was. The subject of blessings is far more complex than anything we can accommodate right now, and it warrants and will be given a separate session in this Bible study. En het onderwerp van die zegeningen is nogal complex en het rechtvaardigt een aparte sessie hiervoor. But what is definitely relevant here is the manner in which in chapter 28 Isaac blesses Jacob, knowing it's Jacob. Wat wel belangrijk is om op te merken hier is dat hoofdstuk 28 begint met de zegen die Isaac geeft aan Jacob, terwijl hij weet dat het daadwerkelijk Jacob is. It is glaring that the blessings that Isaac gives both to Jacob thinking it's Esau and to Esau knowing it's Esau are entirely material, have nothing to do with spirituality. Het is opmerkelijk dat de zegeningen die Isaac geeft aan Jacob terwijl hij denkt dat het Esau is, zowel als de zegen die hij geeft aan Esau terwijl hij weet dat het Esau is, dat die uitsluitend gaan over materiële zaken. Er zit geen enkele spirituele lading achter. The first spiritual blessing that Isaac gives is in chapter 28, verse 3.
and God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may be a congregation of peoples, and give you the blessing of Abraham to you and your seed with you, that you may possess the land of your sojournings, which God gave unto Abraham. De eerste spirituele zegen waar we over lezen is de zegen die Isaac geeft aan Jacob in 28 vers 3 en 4. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. The blessing of Abraham is of course a spiritual blessing. De zegen van Abraham is uiteraard een spirituele, een geestelijke zegening. The blessing of the land of Israel, likewise, is a spiritual blessing. De zegen van het land is op dezelfde wijze een geestelijke zegening. Not that the blessing doesn't refer to the physical land of Israel. Of course it does. Niet dat die zegening niet verwijst naar het fysieke land Israël. Dat doet het wel. But the physical land of Israel is a spiritual land. Maar het fysieke land Israël is een spiritueel land. Now we'll return to that in a moment. The land, that's critical. But first, just to consider what Isaac says to Jacob immediately before that, in verses 1 and 2. En zo dadelijk komen we daar nog op terug op dat land, want dat is een cruciaal punt. Maar eerst kijken we naar wat daarvoor staat, wat Isaac tegen Jacob zegt. In verse 1 he says, you shall not take a wife of the daughters of Canaan, and then he sends him to Padan Aram to take a wife from among the daughters of Laban, his uncle. En daar staat dat Isaac hem zegt, neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. Sta op, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder. En neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. So Esau hears this charge to not take a wife of the daughters of Canaan. And we read then in verse 8, Esau saw that the daughters of Canaan pleased not Isaac, his father. So Esau went unto Ishmael and took unto the wives that he had, Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife. En Esau die hoort ook wat Isaac tegen Jacob zegt, namelijk neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. En in vers 8 lezen we dan, en toen Esau zag dat de dochters van Canaan niet deugden in de ogen van zijn vader Isaac, ging Esau naar Ishmael en nam hij Mahalat, de dochter van Ishmael, de zoon van Abraham, de zuster van Nebaioth, voor zich tot vrouw, naast zijn andere vrouwen. Note, he took unto the wives that he had. Merk op, hij nam een vrouw naast zijn andere vrouwen. Apart from the issue of polygamy, that's not the issue here. These were the wives who were a cause of bitterness to Isaac and to Rebecca. Het issue van polygamie laten we even links liggen. Maar die vrouwen die hij al had, die waren de bron van kwelling voor Isaac en Rebecca. And indeed, Esau saw that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father. En hij zag het ook, Esau, dat de dochters van Canaan niet deugden in de ogen van zijn vader Isaac. So does he reform them? Dus voedt hij ze opnieuw op? Failing that, does he divorce them? Of als hij dat ziet, scheidt hij van deze vrouwen? No, he takes an additional wife in addition to the ones that he already has, who are from among the daughters of Canaan. Wel nee, hij neemt gewoon nog een extra vrouw naast die vrouwen die hij al had uit de dochters van Canaan. Superficiality to the point of astonishment. Oppervlakkigheid ten top. How could anyone be so superficial as to think that this accomplishes something?
Hoe kan iemand zo oppervlakkig zijn dat hij denkt dat dit ook maar enig effect heeft? But when you look at the world through the eyes of Esau, who is evidently more concerned with his own gratification from his wives than anything else. Okay, so dad doesn't like the daughters of Canaan, so I'll keep those wives who are daughters of Canaan, but I'll also take an additional wife in addition to those. Esau's oppervlakkigheid leidt zorgt ervoor dat hij uitsluitend kijkt naar zichzelf, naar de bevrediging van zijn vrouwen. En hij besluit dan om dan toch maar een extra vrouw te nemen naast degene die hij al heeft. Edom. Red. The personification of superficiality. Edom. De rode. De verpersoonlijking van oppervlakkigheid. Again, choosing to see more deeply or not. Nogmaals, kiezen om dieper, om verder te kijken, of niet. Esau symbolizes not. Esau symboliseert de keuze om dat niet te doen. Of course we should stress, our purpose here is not to analyze Esau so much as to appreciate that everything the Torah tells us, it tells us as instruction. It's teaching us how to live our lives. It teaches us how to live our lives, often with positive role models, but also with negative role models. Beware. The danger of superficiality is always lurking. It's up to us. Merk op dat we natuurlijk niet hier bij elkaar zitten om alleen maar het karakter van Esau te bespreken. Maar juist omdat de Bijbel ons dingen leert door de karakters van mensen heen. En daar zitten zowel goede als slechte rolmodellen tussen. En pas op, oppervlakkigheid ligt altijd op de loer. We moeten daar tegen kiezen. And this brings us to the second issue that emerges very dramatically in this passage, in particular in Genesis chapter 26, pertaining to the land. En dat brengt ons naar het tweede punt dat we bespreken in hoofdstuk 26, wat namelijk over het land gaat. Again, we reiterate, the blessing of the land is the essence of the spiritual blessing, the blessing of Abraham, that Isaac bequeaths upon the son who is not superficial, the son who is single-minded, Jacob. En het land, de zegen van het land is de kern van de zegen van Abraham, van die geestelijke zegening die Isaac geeft aan zijn zoon die niet oppervlakkig is, aan Jacob. De man die recht door zee is. It emerges that the land, too, teaches us the difference between viewing the world superficially and choosing to see more deeply. En zoals we kunnen zien, laat ook het land ons zien dat we kunnen kiezen tussen oppervlakkig kijken of dieper kijken. In chapter 26, verse 1, we read, and there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham. We lezen in hoofdstuk 26, vers 1, er kwam hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. Now we should already be noting that this verse seems to be unnecessarily long. En we kunnen nu al opmerken dat dit vers onnodig lang lijkt te zijn. As you know, since we take God's word in utmost seriousness, we pay attention to the details. That is, the details that might seem to be redundant are there for a reason. Otherwise, they wouldn't have been written there.
En zoals u weet nemen we de Bijbel uiterst serieus en dat zorgt ervoor dat we letten op de details. En als we dan overtollige woorden lijken tegen te komen, dan trekt dat onze aandacht, want ze staan daar niet voor niks geschreven. In this instance, we could not possibly have thought that this was the same famine that had been in the days of Abraham. In dit geval, in dit vers, hadden we mogen niet op enige mogelijkheid kunnen denken dat dit dezelfde hongersnood zou zijn als in de dagen van Abraham. The famine or famines in the days of Abraham were before Isaac was born even. Immers, de hongersnood of hongersnooden in de dagen van Abraham, die vonden plaats nog voordat Isaac geboren was. The story then was in the lifetimes of Abraham and Sarah, before Isaac or Rebekah were born. Now, Isaac and Rebekah are clearly the principals, and Abraham and Sarah have both passed on from this world. In die tijd waren Abraham en Sarah de stamhouders, zeg maar. En hier zijn Isaac en Rebekka al behoorlijk op leeftijd gekomen en hebben zij het stokje overgenomen van Abraham en Sarah, die al van deze wereld zijn weggegaan. So why stress there was a famine in the land besides the first famine, that it was in the days of Abraham? Don't we know that? Dus waarom ligt er zoveel nadruk op dat dat deze hongersnood een andere was dan die in de dagen van Abraham? Dat wisten we toch al? Perhaps the Torah is coming to stress. This land has famines all the time. Misschien probeert de Torah ons duidelijk te maken dat dit land aan de lopende band hongersnood heeft. Indeed, in Genesis chapter 12, we read, and there was a famine in the land. That was in the time of Abraham. En we lezen inderdaad in Genesis 12, vers 10, er was een hongersnood in dat land, in de dagen van Abraham dus. And likewise, a generation later, we read about the famine in the time of Jacob and Joseph. En een generatie later lezen we over de hongersnood in de tijd van Jacob en Jozef. The translation here reads, and all countries came into Egypt. But the Hebrew is v'chol ha'aretz, which could better be translated as all the land. In Genesis 41, vers 57, leest ons vers, uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen. Maar als we naar het Hebreeuws kijken, dan staat daar letterlijk uit, of het hele land kwam om koren te kopen. Now, mind you, kol ha'aretz can mean all the earth. But in context here, it really does seem to be speaking specifically about the land. En het is wel zo dat kol ha'aretz, de Hebreeuwse uitdrukking, inderdaad heel de aarde kan betekenen. Maar hier lijkt het wel degelijk te duiden op een interpretatie heel het land. That is the continuation of the verse, likewise. It's not because the famine was sore in all the earth, which would be very unlikely, but rather the famine was sore in all the land of Israel. The land, with the definite article, is used in scripture to refer only to one land. That should be clear. The land of Israel. No other land is the land. En dat het wel verwijst naar het land en niet naar heel de aarde, wordt ook duidelijk uit de tweede helft van het vers. Want de honger was in, niet in alle landen, maar in het land. Heel het land sterk. Want het zou zeer onwaarschijnlijk zijn als er over de hele wereld een hongersnood was. En als er dan het land staat, dan gaat het over het land Israël. Want het land, met het bepaald lidwoord, wordt in de Torah uitsluitend gebruikt voor het land Israël. Er is maar één het land. That also becomes clear the following chapter. In chapter 42, verse 5,
and the children of Israel came to buy among those that came, for the famine was in the land of Canaan, which of course is the land of Israel. En het wordt ook duidelijker nog in hoofdstuk 42, vers 5. Zo kwamen de zonen van Israël aan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Canaan. Now we should note another point of commonality among these famines is the reaction of the patriarchs. That is, again, in Genesis chapter 12, verse 10, Abraham went down into Egypt because of the famine. En er zit ook nogal wat gelijkenis met tussen die hongersnoden, als we kijken naar de reactie van de aartsvaders. In Genesis 12 lezen we, in reactie op de hongersnood, daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. In Genesis chapter 41, verse 57, of course, Joseph's brothers come into Egypt to buy food together with everyone else who is coming to buy food in Egypt. Eventually, Jacob and all of his family moved to Egypt because of the famine. In Genesis 41, vers 57 zijn het de broers van Jozef die naar Egypte komen om koren te kopen. En later op zien we dat ook Jacob en zijn hele familie naar Egypte verhuizen vanwege de hongersnood. In Genesis chapter 26, verse 2, it becomes clear that Isaac was also thinking of going to Egypt, except that God said to him, go not down unto Egypt, dwell in the land which I shall tell you of, that is, in the land of Israel. En ook in Genesis 26, vers 2, lezen we dat Isaac van plan was naar Egypte te gaan. Behalve dan dat de Heere daar aan hem verscheen en zei, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. So of course, inevitably at this point, we can't help but ask ourselves, so, which is the land that has God's blessings, the land of Israel, or the land of Egypt? Dus ook hier kunnen we onszelf de vraag stellen, welk land is nu het land dat de zegen van God geniet? Is dat het land Egypte of het land Canaan? This comparison between the land of Israel and the land of Egypt is explicit in Deuteronomy chapter 11. En deze vergelijking tussen Egypte en het land Israël is expliciet gemaakt in Deuteronomium 11. After describing the land of Israel as a land flowing with milk and honey, we'll return to that point in a moment, we read the comparison in Deuteronomy chapter 11, verse 10. En daar wordt Israël ook wel beschreven als het land vloeiende van melk en honing, daar komen we zo meteen nog op terug. In Deuteronomium 11, vers 10 wordt dat die gelijkenis gemaakt. For the land where you are coming in to possess it is not as the land of Egypt from whence you came out, where you sowed your seed and did water it with your foot as a garden of herbs. Deuteronomium 11 vers 10, want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen is niet zoals het land Egypte waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. The reason that in time of famine and drought, people from the land of Israel would go to the land of Egypt, is because the land of Egypt has something very important that the land of Israel doesn't have. It has the Nile. De reden waarom mensen vanuit onder andere Canaan naar Egypte trokken bij droogte en hongersnood was omdat Egypte iets heeft wat het land Canaan niet heeft, namelijk de Nijl. No matter what happens, you have the Nile. It's flowing with water and all of inhabited Egypt at that time was in the Nile plain. So it was simply a matter of drawing canals from the river, from the Nile, and irrigating the fields. En wat er ook gebeurt in Egypte, heb je altijd de Nijl die
volop water aanvoert. En ook die tijd was de gehele bewoonde wereld in Egypte rondom de Nijl, in het Nijldal. En je kunt gewoon een kanaaltje graven vanaf de Nijl richting het land waar je het nodig hebt. So you would sow your seed and water it with your foot by irrigating. Dus je zaait je zaad en je kan het irrigeren met behulp van het water uit de Nijl. Verse 11. But the land whither you pass over to possess it is a land of mountains and valleys. The translation here says hills. The Hebrew says mountains. And drinks water as the rain of heaven comes down. Vers 11. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. In other words, two major differences from the land of Egypt. In andere woorden, er zijn twee hele grote verschillen met het land Egypte. It drinks as the rain of heaven comes down because it doesn't have any big rivers. Het drinkt water door de regen uit de hemel omdat het geen grote rivieren heeft. If you've seen the Jordan River, you know it's no Nile. Als je de Jordaan ziet, dat lijkt bepaald niet op de Nijl. Besides the fact that the land of Israel has no major rivers, the land of Israel is a land of mountains and valleys, which means that even if there were rivers, you couldn't irrigate, because obviously the water flows through the valleys, not in the mountains. Not like the land of Egypt, which is a plain. So irrigation is impossible. You need the rain. En afgezien van het feit dat er geen grote rivieren zijn in het land Canaan en wel in Egypte, is het ook nog eens zo dat Israël een land is van bergen en dalen. Dus al zou er water zijn, dan kun je nog niet irrigeren, want het water stroomt uiteraard naar de dalen toe. Je bent dus echt afhankelijk van de regen. So, which land seems to be more blessed? The one that was blessed with the Nile, or the one that has to depend upon rain all the time? Dus welk land denken jullie dat er meer gezegend is? Het land met de Nijl, voortdurend water, of het land dat afhankelijk is van de regen? And of course, once again, it depends on perspective, doesn't it? En opnieuw, dat hangt af van het perspectief dat je kiest, of niet? The following verse, verse 12. A land that God your Lord cares for. The eyes of God your Lord are always upon it, from the beginning of the year, even unto the end of the year. A land that has God's presence, as it were, within it. That's the blessing. Het volgende vers, vers 12, zegt: Het is een land waar de Heer uw God voor zorgt. Voortdurend rusten de ogen van de Heer uw God daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. En dat is de zegen van het land, Gods aanwezigheid. Maybe a good way of emphasizing this point is by considering that expression that we noted in chapter 11, verse 9, a land flowing with milk and honey. This is an expression that appears for the first time in Exodus chapter 3, verse 8, when God gives Moses the plan for the Exodus, for the nation of Israel to be brought out of Egypt and brought to a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, the land of Israel. En misschien is het goed om op dit punt even te kijken naar waar die term een land overvloeiend van melk en honing, die we in Deuteronomium 11 vers 90 tegenkomen, waar die opmerking vandaan komt. En die komt als eerste voor in Exodus 3 vers 8, waar het staat in het verband van het reddingsplan dat Mozes bekend komt maken om het volk uit te leiden uit Egypte en het te leiden
naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Now this is an expression that appears around 20 times in the Bible, a land flowing with milk and honey. And I'm sure it comes as no surprise to you, it's always talking about the same land, this one. Deze uitdrukking, een land overvloeiend van melk en honing, komt ongeveer 20 keer voor in de Bijbel. En het zal je niet verbazen dat alle keren dat deze term gebruikt wordt, het verwijst naar dit land of naar Israël, naar het land waar Gaïm is. The problem is, the Bible never uses the expression, a land flowing with milk and honey. En het is opvallend dat de Bijbel gebruikt nooit die opmerking, een land overvloeiend van melk en honing. Of course you know it never uses that expression, because the Bible wasn't written in English. En u weet dat hij die opmerking ook nooit gebruikt, want de Bijbel was niet geschreven in het Nederlands. Okay, since the Bible was written in Hebrew, not in English and not in Dutch, the Bible says Eretz Zavat Chalav Udvash. Dus speciaal voor jullie, omdat die Bijbel niet geschreven is in Engels of Nederlands, maar in het Hebreeuws. Eretz Zavat Chalav Udvash. Okay, now, the truth is that the translation isn't a bad one, but it's a little bit complex. De vertaling is nog zo slecht niet, maar het zit wel wat complex in elkaar. Because truth is that Zavat is never the ordinary word for flowing in Hebrew. En dat komt omdat dat woordje Zavat, wat vertaald wordt als vloeiend, is nooit in de Bijbel de simpele betekenis van vloeien. The word itself appears only in this expression, flowing with milk and honey. However, as we've discussed many times, all of biblical Hebrew is based upon roots, generally speaking, a three-letter root. So when we look at a word, any word, we try to discern what the root letters are and then see how this root is used elsewhere in the Bible. Dit woord Zavat komt alleen voor in verband met in deze expressie, deze uitdrukking, een land overvloeiend van melk en honing. Maar zoals we altijd al eerder gezien hebben, komt ieder Hebreeuws woord af van een woord om te zien wat de werkelijke betekenis is van het woord, is kijken naar een ander woord met dezelfde stam en daarna kijken. Ja. The three-letter root of Zavat for the Hebrew experts is Zov, and while this word appears in a few passages in the Bible, the passage that contains it the most is Leviticus chapter 15. Not, mind you, in a very pretty way. De stam van het woord Zavat is Zov. En de meest voorkomende vervoegingen van dat woord komen we tegen in Leviticus hoofdstuk 15. En niet op de meest prettige manier, overigens. In Leviticus chapter 15, we read of a condition, a disease, a pathological condition, where people, both men and women, would have a discharge, a flow coming from their bodies, in particular from their sexual organs. It may be something like gonorrhea. In any case, that is a cause of defilement. That is described using the same root, ziva, zov, flowing in the sense of this pathological outflow, discharge, coming from the body. In Leviticus 15 lezen we over een
een ziekte, een pathologische toestand waarbij er lichaamssappen stromen uit zowel een man als een vrouw en in het specifiek uit hun geslachtsorganen. Het lijkt misschien wat op gonorroe, een geslachtsziekte. Hoe dan ook, het is een bron van onreinheid en in dit verband wordt dat woord genoemd, ziva, afgeleid van de stam zov. In a similar vein, we see the same root in the conjugation yazuvu, describing how the souls of those who are slain with hunger in besieged Jerusalem drain, flow out of them, stricken through for want of fruitage of the field. En op dezelfde manier lezen we in Klaagliederen 4 hoe, daar wordt beschreven hoe door zwaard en honger de levenskracht, de ziel wegvloeit uit de mensen. En ook omdat de velden niets opbrengen. Besides this sort of context in which the root appears in the sense of something pathological, even violent, there is one other sense in which we encounter this root in the Bible. En naast deze ziektes, de pathologische toestanden, lichaamstoestanden waarin we dat woord tegenkomen, vinden we ook nog één andere instantie van dit woord. In Psalm 78, verse 20, and in Psalm 105, verse 41, we read about the miraculous gushing forth, flowing forth of water from a rock, from the rock that provides the waters to quench the thirst of the people of Israel in the wilderness. In Psalm 78, vers 20 en Psalm 105, vers 41, lezen we over het water dat uit een rots gutst, er sterk uitstroomt om de dorst te lessen van het volk dat uit Egypte is getrokken. Similarly in Isaiah chapter 48, verse 21, same idea. This referring to the people who are summoned to go forth from the Babylonian exile, and again describing how they thirsted not because God led them through the deserts and cleaved the rock and waters flowed out. En zo wordt ook in Jesaja 48 beschreven dat er een oproep is om uit Babel weg te gaan. En tijdens die oproep haalt Jesaja ook de geschiedenis aan waarbij het volk geen dorst leidt. Jesaja 48, vers 21. En ze leden geen dorst toen hij hen leidde door de woeste plaatsen. Water uit een rots deed hij voor hen stromen. Toen hij de rots kloofde, stroomde het water eruit. Flowing not naturally. Flowing in the first set of examples as something pathological or something even violent. And in the second set of examples, flowing miraculously. The land of Israel is not naturally bountiful. It doesn't flow by virtue of natural fertility with milk and honey. It flows with God's blessings. En zo zien we dus vloeien als een pathologische toestand, een lichamelijke toestand waarbij het eruit uit het lichaam komt. Maar ook als een wonderlijk gutsen van het water. En zo mogen we ook kijken naar het land Israël. Het land Israël brengt die melk en honing niet zomaar voort uit zichzelf, maar uitsluitend op een wonderlijke wijze door de zegen van God. To the superficial viewer,
The land of Egypt, of course, is better. Which seems to be more blessed. Voor de oppervlakkige kijker, dan lijkt het land Egypte meer gezegend, veel beter. Want ja, daar is tenslotte voortdurend water. But of course, when one looks more deeply, when one chooses to see more deeply, it's the land that challenges us. That is the land of God's blessing. Maar wanneer we dieper kijken, als we daarvoor kiezen, dan zien we natuurlijk dat het land met de uitdagingen het gezegende land is van God. The bounty does not come naturally. Rather, as we read in the continuation of Deuteronomy chapter 11, if you hearken diligently to God's commandments, then the rain of your land is given by God in its season. And if we don't, then God shuts up the heavens, there is no rain, and ultimately you will be lost quickly from off the good land that God gives you. It's good land because it challenges us. That's the land of God's blessing. En die overvloed van het land Israël komt niet op natuurlijke wijze, zoals ook duidelijk wordt uit Deuteronomium 11, vers 13 en 14. En het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de Heer uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Het is door gehoorzaamheid dat de zegen tot stand komt. En als we het niet doen, dan, zoals we kunnen lezen in vers 17, zal er geen regen zijn, zal de aardbodem zijn opbrengst niet meer geven, zult u spoedig verdwijnen uit het goede land dat de Heer u geeft. Het goede land, daar waar de zegen van God is. I realize the hour is late. I think it's time for us to try to wrap things up by considering what message all of this has for each and every one of us. Ik realiseer me dat het al later begint te worden. Ik denk dat het goed is om samen te vatten welke boodschap we uit deze dingen halen voor ons. We discussed in Genesis chapter 25 and 26 the specific domains of God's blessing as manifest in having children or barrenness. Having a fertile land versus a land beset by famines. It's interesting to note that specifically these two subjects, fertility of children, fertility of the land, are the subjects of God's punishments to Eve and to Adam. We hebben in Genesis 25 en 26 het gehad over twee aspecten van oppervlakkig tegenover dieper kijken. Namelijk die van vruchtbaarheid bij vrouwen ten opzichte van onvruchtbaarheid en vruchtbaarheid van het land, rijke oogst, of een land geteisterd door hongersnoden. Het is interessant om te zien dat juist deze twee onderwerpen, vruchtbaarheid van de vrouw en vruchtbaarheid van het land, ook terugkomen bij Adam en Eva in Genesis 3. We've discussed Genesis chapter 3 on other occasions, so we aren't going to be discussing it at length now, but as we have already noted, Adam and Eve, by eating of the tree of knowing good and evil, chose to become creative rather than perceptive beings. God says to them, okay, you will now bear consequences of being creative. We hebben Genesis 3 op bij andere gelegenheden al besproken, dus dat zullen we nu niet in detail doen. Maar we weten nog dat Adam en Eva door te eten van de
de boom van kennis van goed en kwaad creatieve wezens werden, scheppende wezens, in plaats van alleen maar belevende, beschouwende wezens. The ultimate creative act, of course, is creating another human being. And so God says to Eve in Genesis chapter 3, verse 16, I will greatly multiply your pain and your travail. In pain you shall bring forth children. Creativity hurts. En de ultieme scheppingsdaad, de ultieme daad van creativiteit voor een vrouw is het voortbrengen van nieuw leven, een nieuw mens. En aangaande het voortbrengen van nieuw leven zegt God tegen Eva in Genesis 3 vers 16, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Then of course there's the other half of humanity that cannot experience that ultimate act of creativity. For those who cannot create another human being, the ultimate creative act is sustaining those children and ourselves by coaxing sustenance from a recalcitrant earth. And God says to Adam, cursed is the ground for your sake, and toil you shall eat of it all the days of your life. Thorns also and thistles shall it bring forth to you, and you shall eat the herb of the field, in the sweat of your face, you shall eat bread. En voor het andere geslacht, die uiteraard niet in staat is om kinderen te baren, is er een andere daad die dan de meest creatieve daad is, de grootste scheppingsdaad, en dat is de mondjes van die kinderen te voeden door een opstandige aardbodem, tegenwerkende aardbodem te bewerken. In vers 17 lezen we dan, de aardbodem is omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het land eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. As we've noted elsewhere, however, God is not cursing Adam or Eve. Zoals we andere keren al hebben opgemerkt, overigens is het niet zo dat God Adam of Eva vervloekt. With all the pain of childbirth, we regard children as the greatest blessing. Ondanks alle pijn die het kinderenbaren met zich meebrengt, beschouwen het krijgen van kinderen als een grootste zegening. And in our tradition, God's words to Adam in verse 19, in the sweat of your face you shall eat bread, are a promise. In a way, a blessing. You will eat bread. It'll be hard, but there is that promise. That through the sweat of your face you will eat bread. En in onze traditie zijn die woorden die God tegen Adam spreekt, in het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Ja, zeker geen vervloeking, maar eerder een soort zegening ook. Want tenslotte, je zult brood eten. Ook al is het moeilijk, zul je het eten in het zweet van je gezicht, maar je zult brood eten. So maybe to superficial eyes, these are curses. These are terrible things. They're not. There's no curse here. There's the curse of the ground, but even that was only temporary. These are the challenges of our lives, but challenges are also blessings. Om deze dingen die in dit hoofdstuk staan oppervlakkig vloeken te noemen, dat klopt niet. Het doet geen recht aan de tekst. Het zijn geen vervloekingen. Het enige wat vervloekt wordt is de aardbodem. En zelfs dat was tijdelijk. Uiteindelijk vormen het uitdagingen. Maar uitdagingen zijn in zichzelf ook zegeningen. Then there is the one, the only one of the culprits, who actually is cursed. And that's not Adam and Eve.
That's the serpent. En dan is er één van de hoofdrolspelers die wel degelijk vervloekt wordt, maar dat is niet Adam en het is niet Eva, dat is de slang. In chapter 3, verse 14, we read, "You are cursed from among all cattle and from among all beasts of the field. Upon your belly shall you go, and dust shall you eat all the days of your life." In vers 14 van Genesis 3 lezen we dat de Heere God tegen de slang zegt, "Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven." Now, as we've noted, this is an idea that was articulated by one of the great Hasidic rabbis of the 19th century. This doesn't seem like much of a curse at all. I mean, if the serpent would have had kilometer high legs and be cursed to eat dust, that would be a curse. But to be going on its belly, what could be in more plentiful supply if you're on your belly than dust? En zoals een van de grote Chassidische leraren uit de 19e eeuw zei, dit lijkt eigenlijk niet op een vloek. Want als die slang nu een kilometers hoge benen had gekregen en dan moest hij het stof van de aarde eten, dat zou pas een vloek zijn geweest. Maar nu, als hij op zijn buik gaat en stof moet eten, ja, wat is er meer aanwezig dan stof als je op je buik gaat? But that really is the curse. Maar dat is precies de vloek. Now, we don't really know what this means, but we read in Psalm 104, verse 21, "The young lions roar after their prey and seek their food from God." We weten niet precies wat dat betekent. Maar in Psalm 104, vers 21 lezen we: "De jonge leeuwen brullen om een prooi en verlangen van God hun voedsel." When the lion roars after its prey, that's its connection with God. Als een jonge leeuw brult om een prooi, dan is dat zijn connectie met God. Every creature, not just human beings, has a connection with God because every creature has needs. Elk levend wezen heeft zo'n verbinding met God, omdat ieder levend wezen zijn behoefte heeft, waarin hij afhankelijk is van God. Every creature that is, except one. Alle levende wezens, behalve één. The serpent in the Garden of Eden. De slang in de tuin van Eden. God in effect says to the serpent, "You will have everything you could possibly need." God zegt tegen die slang, jij hebt alles wat je mogelijkerwijs maar nodig kunt hebben. Everything, except the one thing that really matters. Alles behalve dat ene ding wat er echt toe doet. As Asaf teaches us in Psalm 73, verse 28, "As for me, the nearness of God is my good." The ultimate good is that connection with God. Zoals de psalmist Asaf ons leert in Psalm 73, vers 28. "Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn." Het ultieme goed is dicht bij God te zijn. Says God the serpent, "You have everything you need, take it and get out of here." Zo zegt God tegen de slang, je hebt alles wat je nodig hebt, dus inpakken en wegwezen. You'll have no connection with me. Jij zult geen relatie met mij hebben. That's the ultimate curse. Dat is de vloek. So when we consider blessing, curse, which is it? Dus als we het nu in ogenschouw nemen, zegen of vloek, wat is het dan? It has a lot to do with how we look at life, how we look at the world. Dat heeft een hoop te maken met hoe we naar dingen kijken, hoe we naar het leven kijken, naar de wereld om ons heen. Whether we choose to see more deeply
or not. Of we dieper willen kijken, verder willen kijken dan onze neus lang is, of niet. As King David expresses it in Psalm 4, verses 7 and 8. Many there are that say, oh, that we could see some good. Lord, lift you up the light of your countenance upon us. Zoals koning David in Psalm 4 zegt, vers 7 en 8. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons toch het licht van uw aangezicht, Heere. And King David responds, you have put gladness in my heart, more than when their corn and their wine increase. En koning David antwoordt op deze roep. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. I have a different gauge of what it means to be blessed by God. Ik heb een andere opvatting over wat het betekent gezegend te zijn door God. I choose to see more deeply. Ik kies ervoor om verder te kijken, om dieper te kijken. It's all up to each of us. En dat is ook aan ieder van ons. A closing thought. Een afsluitende gedachte. As we gaze out upon the world, let's say standing next to our pet dog. Als we uitkijken over de wereld, laten we zeggen dat we naast ons huisdier, een hondje, staan. What's the difference between the way we see the world and the way the dog sees the world? Wat is dan het verschil tussen ons en die hond in hoe we naar de wereld kijken? The what is for all intents and purposes the same. We see the same thing. We zien dezelfde dingen om ons heen. But we don't only see what. Maar we zien niet alleen wat er is. We zien niet alleen het wat. We strive to understand. We strive to connect with a deeper why. Wij willen ook begrijpen. The dog doesn't have that option. We do. Waarom? Doch. When we choose to see more deeply, we choose to connect with God's true blessings. Als wij ervoor kiezen om dieper te kijken, dan kiezen we ervoor om ons te verbinden aan Gods zegeningen. The blessings are never going to be there on the superficial, external veneer. De zegeningen gaan nooit zijn aan het oppervlakkige, uiterlijke laagje vernis. For them we need to choose to see more deeply. Om die zegeningen te zien, moeten we ervoor kiezen om dieper te kijken. May we learn from God's words the guidance to summon the dedication within ourselves to choose to see more deeply, to see on an inner level God's blessings. Mogen we leren uit de woorden van de Bijbel die oproep, motivatie, die drang om dieper te kijken, om te zoeken naar die zegeningen. When we do, we become blessed. God bless you. Zien we de zegeningen en zijn we gezegend. God zegen jullie.